FC Dordrecht kan de komende 2 jaar rekenen op zijn vaste technische staf. Nadat hoofdtrainer Gerard de Nooijen zijn contract al eerder verlengde, was het nu de beurt aan assistent Johan Versluis. Het kind van de club tekende voor 2 jaar bij aan de Kromme Dijk. Ik had eigenlijk een contract voor 1 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Maar de club heeft bepaalde plannen. Ze denken aan de toekomst. Ik pas daarbij in het plaatje, dus ik ben er heel blij mee. Versluis ziet vooral kansen om zich verder te ontwikkelen bij de Schapenkoppen. Toch heeft hij genoeg ambitie om in de toekomst ook ergens aan de slag te gaan als hoofdtrainer van een profclub. Natuurlijk denk ik wel eens aan over de toekomst na, maar mijn eerste doelstelling is om gewoon me hier te ontwikkelen en een goede assistenttrainer te worden. En op het moment dat zo is, ga ik kijken of ik misschien in de toekomst hoofdtrainer kan worden. Maar voorlopig kan dat nog niet, omdat ik nog niet mijn papieren daarvoor heb. Dus ik zou in de toekomst daar nog eerst papieren voor moeten halen. Ik heb voor mezelf heb ik als doelstelling dat ik voor mijn 40ste, ik ben nu 33, wil ik coachbetaald voetbal halen. Ik heb de ambitie om het maximale eruit te halen. Dat had ik ook als speler en dat heb ik ook als trainer. En ik denk dat ik hier bij de club op mijn plek ben. En Gerard, die de hoofdtrainer is, waar ik veel van kan leren. Ik denk dat het voor mij de ideale situatie is. Ondanks de tegenvallende eerste seizoenshelft heeft het bestuur toch voldoende vertrouwen in de technische staf. Versluis hoopt dat FC Dordrecht de weg naar boven snel weer weet te vinden. Kijk, we hebben een hele jonge groep en we willen vooral die jongens ontwikkelen. Dus dat die iedere week beter gaan spelen en dat ze de fouten die ze in het begin van het seizoen maakten steeds minder gaan maken. En dat kost veel energie en veel tijd. Dat vinden we alleen leuk om te doen. En we merken aan de jongens ook dat ze heel leergierig zijn. Dus dat is ideaal. En waar we dan aan het einde van het seizoen eindigen, dat is voor ons is dit jaar het belangrijkste om gewoon erin te blijven.